Goedendag, ja we zitten midden in een mooie periode, zo mag ik het toch wel omschrijven. Veel zon overdag, de nachten zijn koud en dat levert vaak nachtvost op. En dit plaatje laat dat allebei mooi zien. De nieuwe 30-daagse die gaat over de maand maart vrijwel helemaal. En de grote vraag is natuurlijk, houden we dit of komen er nog wat meer winterse perikelen onze kant op? We gaan er naar nou kijken in de nieuwe weerkaarten van het Europees model. En ik begin met een pluim die ook van het Europees model is. En dan zien we nog steeds heel duidelijk die zaagtandstructuur. Grote verschillen tussen minima en maxima. En dat duidt toch wel op hoge druk-invloed. Want zo'n hoge drukgebied zorgt ervoor dat het overdag vrij zonnig is en de temperatuur mooi kan oplopen. Terwijl het in de nachten dan weer vrij helder is. En dan kan het juist sterk afkoelen. En dan krijg je die grote verschillen. En de pluim die laat dat eigenlijk over de hele periode wel zien. Helemaal tot aan. Ja, halverwege maart. En dat betekent dat hoge drukgebieden. waarschijnlijk de boventoon blijven voeren. als we dit model mogen geloven. En waarom zouden we dat niet doen? Het is een van de betere weermodellen. Een hoge drukgebied boven Scandinavië. dat is wat de kaart laat zien. Van 7 tot en met 14 maart. En dan heb je een oostelijke stroming in onze omgeving. En dan kan er best nog wel wat koude lucht onze kant op komen. En dat betekent dan dat de temperatuur misschien iets achterblijft. Verder heel duidelijk boven de oceaan de depressies. Maar dit hoge drukgebied dat werkt als het ware als een blokkade. Zien we ook terug in de bovenlucht. En dan kunnen die lage drukgebieden er niet doorheen. En die worden dan eigenlijk een beetje verstoten naar het noorden. En soms wat meer naar het zuiden. Een hoge drukgebied zorgt dus ook voor rustig weer. En ik gaf al aan in die eerste week: dan komt er wat koudere lucht uit het oosten. We zien nu dat het hoge drukgebied wat opgeschoven is naar het oosten, maar ook wat meer invloed naar het zuidoosten. En dan kan de stroming wat zuidelijker gaan worden. En dan krijgen we vrij snel wat zachte lucht vanuit het zuiden van Europa. En gaan de temperaturen omhoog. En dan kan het echt lenteachtig worden. De depressies blijven nog steeds op afstand. Misschien dat er af en toe eens even een storingje schampt. Nou, dat levert dan wat wolkenveld op. En heel misschien ook wat neergezondheid. Maar over het algemeen is dit allemaal zeer gunstig voor rustig lenteweer, met grote verschillen in temperatuur overdag en in de nachten. De volgende kaart die laat wel zien dat we dus volgende week echt wel met wat kouder weer te maken hebben. We zien de blauwe tinten boven Nederland, maar dat klopt ook wel, want dan is die ooststroming nog steeds dominant. En dan krijgen we die wat koudere lucht die vanuit het noordoosten van Europa onze kant op wordt gestuurd. Het is wel vaak droge lucht. De zon die is zeker van de partij. Maar met na, name als er wat meer wind komt te staan, en dat kan natuurlijk af en toe, dan voelt het wel koud aan. Dan moet je wel een plekje opzoeken buiten. De wind lekker in het zonnetje en dan niet in de wind staan. Temperaturen overdag komen wel gewoon boven nul, natuurlijk. Dat zagen we in de pluim ook terug. Het is niet zo dat we nu allerlei ijsdagen gaan krijgen. Was dit een maand of twee maanden geleden gebeurd, deze weersituatie? Ja, dan ga je wel echt de wind erin. Dan krijg je heel lang die koude lucht vanuit het oosten, noordoosten. En dan hadden we zomaar een lange periode kunnen gaan schaatsen. Maar. Dat, denk, dat zit er niet in voor deze periode, omdat overdag die temperaturen natuurlijk wel boven het vriespunt worden. En dat niet alleen, we zagen ook die tendens dat die stroming wat meer naar het zuiden gaat. En dan krijgen we zachtere lucht. Nou, 21 maart, 28 maart, dat is een van de kaarten die ik u wil laten zien. Dan zien we echt wel dat die zachte lucht vanuit het zuiden dichterbij komt. En dat de temperatuur dus boven de gemiddelde temperaturen voor maart gaat uitkomen. En wat zijn die temperaturen dan? Dat kan ik u laten zien een klimatologisch gemiddelde temperatuur in maart, dat is in het begin rond de 2 graden als minimumtemperatuur en het eind van de maand rond de 4 graden. En kijken we naar maximumtemperaturen, begin van de maand is dat zo 9 graden, eind van de maand is dat rond de 12 graden, nou als we dan zachter weer gaan krijgen zoals deze kaart voorschotelt, dan zitten we natuurlijk regelmatig met temperaturen tussen de 12 en 15 graden in het zuiden, misschien nog wel wat hoger. Nou, dan krijg je echt wel dat lentegevoel dit is ook nog eventjes begin april ook dan zien we nog steeds de wat roze tinten, de rode tinten, dat betekent dat ook dan nog steeds die zachte lucht aanwezig is in het oosten van Europa. Daar zit nog wel een klein beetje kou, maar ook dat is nu helemaal aan het verdwijnen. Veel hoge druk-invloed betekent ook dat het over het algemeen droog weer is. En dat laten de kaarten ook zien. De maand maart is überhaupt al een vrij droge maand. En we zien dan ook nauwelijks afwijking van betekenis. Dit is een kaart van 21 maart tot 28 maart. Ik laat maar één neerslagkaart zien, want die andere kaarten hebben hetzelfde beeld. Of laten zelfs deze wat droge tong over Nederland komen. Met andere woorden, dan is het iets droger dan normaal. En wat is dan het klimatologisch gemiddelde? Dat vind ik toch wel even leuk om te laten zien. We hebben even de data uit de KNMI-database gehaald... en dan zien we dat het aantal droge dagen voor maart... 14 tot 16 dagen is gemiddeld genomen in heel het land... Maar het zou deze maand misschien best wel even wat droger zijn. En wat is dan een gemiddelde hoeveelheid voor de maand maart? Dat staat op de kaart achter mij. Dan hebben we een variatie van 45 tot 75 millimeter. Dat is een klimatologisch gemiddelde in maart. En dat, dat zou deze maand dus wel eens wat minder kunnen zijn. Ik sluit dat zeker niet uit, want die kaarten die zien er echt wel lenteachtig uit. En dat brengt mij tot een samenvatting. Ik denk dat de maand maart vrij droog zal verlopen. En ook vrij zacht. Alleen die eerste week is waarschijnlijk wat kouder. Vaak hoge druk invloed. En dat betekent ook wel dat er een aanzienlijke kans is op zonnige dagen. Natuurlijk, er komt af en toe best wel eens een storingje voorbij. Of schamt misschien. Het kan eens in de ochtend mist of nevel zijn met laaghangende bewolking. Maar al met al denk ik dat we heel wat zonuurtjes gaan krijgen deze maand. Dus mensen die op de lente zitten te wachten. Volgens mij zitten die best wel goed. Nog een fijne dag.